Ram Ram, vandaag gaan we het hebben over Bangladesh. Twee hindoe tempels zijn aangevallen in Chittagong. Aanvallen op tempels gaan door in Bangladesh, geleid door Mohammed Yunus. Islamisten hebben regelmatig de tempel en ashrams van de hindoeïstische minderheden tot doelwit. Onlangs werden twee hindoe tempels aangevallen in de stad Chittagong in Bangladesh. Op 29 november, na de vrijdagse namaz om 12 uur, hielden grote aantallen islamisten een demonstratie in verschillende moskeeën in de stad. Islamisten riepen anti-hindoeïstische leuzen en riepen ook genocidale leuzen. Binnen een uur werden islamisten gewelddadig en begonnen ze hindoeïstische minderheden aan te vallen. Een groep islamisten kwam de wijk Patricket binnen. Daar begonnen islamisten stenen en bakstenen naar de huizen van de Hindoeïstische minderheden te gooien. Islamisten vielen de shantanishwari tempel aan. Ze braken de poort van de tempel en gooiden stenen naar de Moorti. Door de aanval werden delen van de Moorti vernield. Dit was het voor vandaag. Ram Ram. Ram Ram. Vandaag gaan we het hebben over Bangladesh. Twee hindoe tempels zijn aangevallen in Chitragram aanvallen op tempels gaan door in Bangladesh geleid door Mohammed Yunus islamisten hebben regelmatig de tempel en ashrams van de hindoeïstische minderheden tot doelwit. Onlangs werden twee hindoe-tempels aangevallen in de stad Chittagong in Bangladesh. Op 29 november na de vrijdagse namaz om 12 uur hielden grote aantallen islamisten een demonstratie in verschillende moskeeën in de stad. Islamisten riepen anti-Hindoeïstische leuzen en riepen ook genocidale leuzen. Binnen een uur werden islamisten gewelddadig en begonnen ze Hindoeïstische minderheden aan te vallen. Een groep islamisten kwam de wijk Patargat binnen. Daar begonnen islamisten stenen en bakstenen naar de huizen van de Hindoeïstische minderheden te gooien. Islamisten vielen de Shantinisveri-tempel aan. Ze braken de poort van de tempel en gooiden stenen naar de Moorti. Door de aanval werden delen van de moordtief vernield. Dit was het voor vandaag. Ram Ram! Ram Ram! Vandaag gaan we het hebben over Bangladesh. Twee hindoe-tempels zijn aangevallen in Chitragram. Aanvallen op tempels gaan door in Bangladesh, geleid door Mohammed Yunus. Islamisten hebben regelmatig de tempel en ashrams van de hindoeïstische minderheden tot doelwit. Onlangs werden twee hindoe-tempels aangevallen in de stad Chittagong in Bangladesh. Op 29 november, na de vrijdagse namaz om 12 uur, hielden grote aantallen islamisten een demonstratie in verschillende moskeeën in de stad. Islamisten riepen anti-hindoeïstische leuzen en riepen ook genocidale leuzen. Binnen een uur werden islamisten gewelddadig en begonnen ze hindoeïstische minderheden aan te vallen. Een groep islamisten kwam de wijk Patargat binnen. Daar begonnen islamisten stenen en bakstenen naar de huizen van de Hindoeïstische minderheden te gooien. Islamisten vielen de Shantinisveri-tempel aan. Ze braken de poort van de tempel en gooiden stenen naar de Moorti. Door de aanval werden delen van de Moorti vernield. Dit was het voor vandaag. Ram, ram!